Ah, kom op, dan ben ik af. Hallo, met Svenna. Hallo, met dus Rian. Oh, hey Rian. Stoor ik? Nee, nou, ik was net een spel aan het spelen, maar dat geeft niet. Wat is er? Mag ik even langskomen met mijn auto? Ja, tuurlijk mag je langskomen, maar ik denk niet dat er in mijn moestuin plek is voor een auto. Nou, wat is dit nou, Rian? Is dit de auto waar je het over had? Ja, vind je dat? Ja, te gek. Wat moet je ermee? Nou, lekker even rijden. Kan ik hier ergens parkeren? Ja, doe maar bij de picknicktafel. Oh, oh, nee, nee, daarachter moet je dan. Hé, waarom doe je zo ingewikkeld? Ik moet morgen mijn rijbewijs gaan halen. Oh. Ik heb rijexamen en ik ben al 20 keer gezakt, dus ik moet nog even goed oefenen. Morgen moet het echt gaan lukken. Maar heb je dan je rijexamen in dit ding? Nee, dit is de skelter van mijn buurjongen en dan mag ik even oefenen. Oh. Maar ik vind achteruit inparkeren nog heel erg moeilijk. Ja, dat heb ik wel gezien, ja. Maar ja, zoals mijn oma altijd zei, draai een poepje telkens weer, dan wordt hij mooier, keer op keer. Nou goed. Ja. Wat moet je nog meer kunnen? Bochtje achteruit, dat vind ik ook echt heel erg moeilijk. Oh, nou, probeer het eens. Oké, dan ga ik. Er is al genoeg plek. Ho, stop maar! Ja, nee, niks meer aan doen hoor. Dit was helemaal goed zo. Ja, vind je? Ja, ik zou er zeker niks meer aan doen. Oh. Nee, dat moet lukken morgen. Nou, gelukkig, dan stop ik er meteen. Ja, heel graag. Kijk, met dit kastje bestuur ik dus de auto. En dit is de bestuurbare auto. Oké, Sabine, even een tactiek bespreken. We nemen altijd de binnenbocht. Want zo snijden we Soy en Olly af en dan winnen we de wedstrijd. Oh, shh. Oh! Hé, Olly, ben je er al? Hé? Waar is Soy dan? Nou. Oh, ben je zonder Soy gekomen? Nee. Is dat nou? Nee. Hallo, natuurlijk niet. Oh. Ik ben er ook, hè? Hi. Zeg, was jij nou gewoon net je tactiek aan het bespreken? Ik? Tactiek? Mm-hmm. Nee, joh. Nee, Zeppie en ik hebben geen tactiek nodig. Wij zijn simpel gewoon de snelste. En wat hoorde ik dan over binnenbocht? Binnenbocht? Ja, binnenbocht? Ik zei dat het binnen... Tocht. Ja, koud joh. Voel je dat? Weer zo'n briesje. Nee, het is buiten echt beter dan binnen hoor. Ja? Oh ja, nee, zegt ja. Koud hier. Oké, maar kijk, wij zijn er echt al lang klaar voor. Dus zullen we even het parcours gaan verkennen? Ja, nou, het is heel simpel. Kijk, hier is dus de start. Start. Dan ga je daaromheen, daar dan één keer rond. Daarna twee keer rond. Dan kom je terug. Dan ga je langs de kat. En dan naar de overkant en dan terug. Het is alles wat het is. Oké, duidelijk. Goed, en wat krijgen Olly en ik als we gewonnen hebben? Ho, eens even. Jullie hebben namelijk nog niet gewonnen. Maar degene die wint, en ik denk dat Zeppie en ik dat zijn, die krijgt dus deze fantastische beker. Wauw! Ja, dat vind ik heel vet. Nou, die ga ik sowieso winnen. Goed, laten we gaan beginnen, toch? Wacht. Ja? Eerst met de vlag zwaaien. En dan tellen we samen tot drie. En dan beginnen we. Oké. Ja, maar wacht. Kijk, Olly staat natuurlijk al lang klaar. Ja. Even lang. Ja. Klaar. Ja. Voor de start. Zeppie, Olly, klaar voor? Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1, go! Nee. Nee, naar achter. Nee, naar achter. Nee, oeh! Oh! Nee! Rechtdoor! Kom op, Zeppie, kom op! Rechtdoor! Nee! Ja! Naar achter! Nee! Je hebt vals gespeeld! Hoezo? Wij zijn gewoon de snelste! Je mag gewoon niet zomaar botsen! Nee, maar wij zijn gewoon... Weet je wat? We hebben allebei gewonnen. Dat vind ik een goeie. Dat is een goed idee, hè? Ja, dat is een goeie. Ja, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Gefeliciteerd. Jij ook gefeliciteerd. Ja. Maar ik wil wel nog een keertje. Nog een keertje? Ja, kom op. Ik wil echt een keer winnen namelijk. Ho, naar voren. Nee, naar voren. Ho, naar voren.
hou je vast hoor, Zeppie. Want hier komt hij. 1, 2, 3, go! Yes! Oh, wow, Zeppie, zag je dat? Wauw. Deze ging zo hard. Bijna sneller dan die raceauto van Max Verstappen. Hé, hey, als jij er nou ook eentje maakt, dan kunnen we samen een racewedstrijd houden. Zal ik je laten zien hoe het moet? Dit heb je ervoor nodig. Flessendoppen. Satéprikkers. Twee rietjes. Dubbelzijdig tape. Een ballon. Twee elastiekjes. Een grote en een kleine het liefst. En een wasknijper. Ik begin met de wasknijper. Die verf ik in een leuk kleurtje. En nu zijn mijn rietjes al geel, dus ik verf hem geel. Maar ja, dit kan natuurlijk elk kleurtje dat je zelf maar wil. Zo, de laatste streek. Nou, deze mag even drogen. Dus die leg ik even hier neer. En dan ga ik verder met de wielen. En daarvoor gebruik ik flessendoppen. En ik heb ook een matje, zodat ik mijn tafel niet beschadig. Ik pak een dop. Die leg ik neer. En ik pak ook een punaise. Dat is wel handig voor als je geen prikpen hebt. En in het midden prik ik dan een gaatje. Ik draai hem een beetje in de rondte, zodat het gaatje iets groter wordt. Want zo past de prikker er goed doorheen. Zo. En dat doe ik bij alle doppen. En dan ga ik er nu een satéprikker doorheen duwen. Van de ene kant helemaal naar de andere kant. En dit kan soms een beetje lastig zijn. Maar dan mag je gewoon wat hulp vragen. Wanneer je dat gedaan hebt, dan gaan we verder met de rietjes. Ik heb 3 halve rietjes nodig. Nou, ik heb hier 2 hele rietjes. Dus ja, wat doe je dan? Dan knip je ze door midden. Ja, zo simpel is het. Zo. Nu heb ik 1, 2, 3, 4 rietjes. Maar ik heb er maar 3 nodig. Oh, wacht. Ik kan eentje gebruiken voor mijn limonade. Lekker. Oké. Je pakt een rietje en die rijg je aan de satéprikker. Zo. En aan de andere kant doe je weer een dop. Zo. En die duw je helemaal door. En dan heb je dit. En dit stukje, dat heb ik niet nodig. Dus dat knip ik af. Nu hebben we er 4 wielen. Dan is het tijd om de motor te maken. En daarvoor heb je nodig een ballon. En dat klinkt gek, maar ik zal het je laten zien. Wanneer je een ballon opblaast, dan komt er lucht in. En wanneer die lucht eruit gaat, dan duwt hij de wagen zo vooruit. Kijk zo. En zo werkt het. Wat je nodig hebt, is het andere rietje. En dat doe je in het tuutje aan de bovenkant. Zo. En die bind je vast met een elastiekje. En zorg ervoor dat die goed vast zit, want er mag geen lucht ontsnappen aan de zijkanten. Zo, die zit goed vast. Je motor is klaar. Nu kunnen we hem in elkaar gaan zetten. Ik heb hier de voorwielen. Daarachter de achterwielen. En die zet ik vast met een knijper. Dus de knijper knijp ik aan de achterkant. En die voorste die moet hier tussen. En om hem goed vast te laten zitten gebruik ik een stukje dubbelzijdig tape. Dat bind ik om het midden heen. En dat witte velletje, dat haal ik ervan af. Want zo kan die aan 2 kanten plakken. En die duw ik tussen de knijper. Zo. Nou, die zit goed vast. Dan pak ik mijn motor. Het ballonnetje met het rietje. Die leg ik bovenop de knijper. En ook die zet ik vast met een elastiekje. Zo! En je Zeppelin Zoefmobiel is helemaal klaar. Zal ik hem even testen? Daar komt hij hoor. Ben je klaar voor Zeppie? Daar komt hij aan hoor. Ja!
Hey, heb je autopech? Ja, ja, lekker band, ja. Maar het is niet zo erg, want dit is mijn vak, dus... Echt? Ja. Wat, maar ben je dan automaker of zo? Ja, dat heet automonteur. En dat betekent dat als je gaat rijden met een auto, dan slijt het natuurlijk, of met je fiets. En dat moet dan weer gemaakt worden. Dus ik kijk dan wat er aan de hand is en dan maak ik dat weer. Oh, wat gaaf. Ja. En wat is er aan de hand dan? Nou ja, je ziet het hier, er zit een schroef in. En die moet ik weer repareren. Je hebt een lekke band dan dus. Ja. Oh, maar wacht, daar heb ik wel iets voor. Ja, ja, want mijn fietsband is ook wel vaak lek. Maar ik heb wel een kitje waar je dat mee kunt maken. Dat heb ik niet nodig, hoor. Echt niet? Een setje waar je fietsband mee kunt maken is namelijk een beetje anders dan waar je een autoband mee kunt repareren. Nou, hoezo dan? Een band is toch een band? Ja, hè? Nou, ze zijn wel allebei van rubber, dus dat is wel goed. Maar ja, een fietsband is heel dun en een fiets is niet zo zwaar en je rijdt er niet zo hard op. En een auto is natuurlijk zwaar en daar rij je misschien wel 200 km per uur mee. Dus die moet veel meer kunnen hebben. Ah, ik snap het. Dus dit doe je op een andere manier dan een fietsband repareren? Ja, dat klopt. Kan ik je helpen? Ja, graag. We moeten deze even rechtop zetten. Kijk. Zo, die is wel een stukje zwaarder ook, hè? Ja, hè? Zo. Kijk, en dan kunnen we hem goed zien. Oh ja, daar zit hij. Ja, dus die moeten we eerst eruit halen. Oké. Okay. Nou, dit is het setje waar we weer mee maken. En waar je bij je fietsband een plakkertje hebt om hem te maken. Ja. Gaan we nu zo'n stripje erin proppen. Het is eigenlijk een prop, noemen we dat. Oh, dat ziet er grappig uit. Waar is het van? Eentje uithalen? Ja. Het is heel plakkerig, dus er is ook een soort lijm gelijk erbij in. Oh, wil je ze voelen? Ja, oh, dat is heel plakkerig inderdaad, ja. Moet ik hem vasthouden? Nou, ik ga hem gelijk hier in deze pen zetten. Oké. Okay. En daarmee proppen we hem er zo in. Nee, maar moet die schroef er niet eerst uit dan? Ja, die moet er wel uit zo. Maar ik ga eerst even het werk voorbereiden. En dan kunnen we straks in één keer door. Oké. Okay. Dus jij schuift dat plakdingetje nu tussen een soort van tangetje? Ja. Kijk, nu zie je hoe die erin zit. En eigenlijk, ja, steken we hem erin. Ja. Trekken we de tang er weer uit. En die prop die blijft in de band zitten. Steken nog een paar pennetjes uit. En dan snijden we dat af. Dus met dit ding prop je eigenlijk het gat helemaal dicht. Ja, dus je doet eigenlijk alsof er weer een band zit. Aha, oké. Zo, als jij deze wil vasthouden. Ja, heel graag. We hebben het er bijna uit. Ja, oh. Kijk, en wat ik doe met deze, maak ik het gat rond. Dat hij gewoon netjes is en dat is goed. Maak je dat gat nou groter? Hè? Dat moet toch niet? Dat moet je toch juist dicht? Ja, dat, hè? Ja, maak hem eigenlijk een beetje mooier, het gat. Zodat hij nog beter erin blijft zitten en nog beter past. Nou, dat ziet er wel stevig uit. Nou, en dan deze. Dat is soms een beetje een zwaar werkje. Ja, ik hou hem nog goed vast. Het hele gewicht erin. Ja. Oh. Oh ja, hij is zeker lek, zie ik. Hij duikt helemaal in die wand. Ja. Oh. Nou, je moet hier wel spierballen voor hebben, hoor. Dat is niet zomaar, hè? Nee. Als automonteur. Ik laat hem zo. Oké. Okay. Kijk, dan kan ik er zo uittrekken. Ja. De prop blijft zitten. Ja, zo wil je natuurlijk niet doorrijden, hè? Zo kan je niet rijden. Dan blijf je overal aan de straat plakken. Ja. Dat gaat niet. Ja, dan hoor je misschien ook een beetje flop, flop, flop. Dus nu hebben we een mesje. Ja. Snijden zo het resterende. Oh, maar kijk je wel uit dat je niet weer een gat maakt? Zo. Kijk, en nu loopt de lucht dus niet meer uit de band. Dus dan raakt het niet meer lek. Precies. Nu kunnen we weer lekker rijden. Er moet wel weer even nieuwe lucht in. Want nu is het natuurlijk nog steeds plat. Maar hij is weer dicht in ieder geval. Oh, wat goed. Ja. Maar ja, hoe krijg je zo'n band dan onder een auto? Nou, gelukkig. De auto is toch hartstikke zwaar? Ja, die til je niet zo mooi met de blank uitgiet. Nee, en de auto staat ook op de wielen. En dat, dan krijg je een wiel natuurlijk niet eraf. Nee. Dus we hebben gelukkig een krik meegenomen. Wat is dat, een krik? Ja, dan kun je iets helemaal opkrikken. Opkrikken? Kijk, als jij die hendel omhoog en naar beneden haalt. Wat, die daar zo? Ja. Oké, dus naar boven en naar beneden, zeg je? En dan zie je hier. Nou, kijk, het is hartstikke licht. Omhoog. Ja, en dit is natuurlijk een beetje een lichte auto. Maar ook met een echte auto kun je heel makkelijk met zo'n krik de hele auto opkrikken. Echt?
echt met dit ding? Ja. Een auto optillen? Ja, zo is het helemaal gemaakt. Wat gaaf, hè? Nou, nu je er eigenlijk toch bent, hè, Melanie? Ja. Ik denk dat ik een platte band heb. Zou je misschien kunnen helpen? Want jij bent zo goed in banden plakken. Ja, dat moet wel lukken. Oké, nou, kijk, het is hier zo. Kijk, je ziet het al een beetje, hè? Hoor, maar kan het ietsje zachter? Zachter? Ja. Nee. Waarom nee, dat gaat niet. Kijk, dit is een auto en een auto die heeft een motor en die maakt geluid. Ja. Oh. Oké. Maar en wat nou als het elektrische auto's zijn? Elektrisch? Ja, die hoor je bijna niet. Een elektrische auto. Ja, is eigenlijk wel iets minder leuk, maar oké. Je bent nu een elektrische auto, oké? Venna? Venna? Ja? Kan het iets zachter? Huh? Wat dan? Ja, zo raak ik een beetje afgeleid en dan, ja, dan botsen mijn auto's tegen elkaar. Dat kan natuurlijk echt niet, hè? Oh, sorry. Weet je wat? Ik heb een idee. Hè? Ga jij maar met die auto spelen, dan pak ik een boek erbij dat erbij past. Dat. Oké. Klaar voor de start? Klaar voor de start, ja. Go! Zweven? Zwaai dan even!